om een analyse op de wedstrijd te geven en dan jullie vragen te beantwoorden. En daarna zal Sofie nog met de aanvoerder deze kant op komen. Erik. Ja, 2-2 in een uitwedstrijd, in de knock-out fase. Dat is uiteraard een goed resultaat. Alleen, ik denk dat we allemaal gezien hebben dat er meer in had gezeten. Dus ja, tweeslachtig gevoel is er wel. Ook omdat het onnodig is. Ik denk dat wij aan de bal kunnen we rustiger zijn. Kunnen we nauwkeuriger zijn. Je ziet in de momenten dat we het wel zijn en de bal laten gaan, dat de ruimtes dat die open komen te liggen. En van daaruit hebben we ook denk ik schitterende aanvallen gehad en mooie goals gemaakt. En heel veel ook mooie kansen uitgespeeld. Maar ja, we hebben ook een aantal keren bij Fika toegestaan in de counter. Bij de tweede goal. Ja, en dat mag ons niet gebeuren. Als je 2-1 voor staat in een uitwedstrijd, dat dan 2 verdedigers tegelijkertijd in de aanval zijn. Dat is niet goed. Hè? En daar moeten we van leren. En ja, ik denk ook de eerste tegengoal die is uiterst ongelukkig. En nou, uiteindelijk heb je dus 2-2. Nogmaals, dat is een resultaat. Het had beter kunnen zijn, maar het biedt zeker perspectief voor de wedstrijd in Amsterdam. Dankjewel. En dan gaan we vragen beantwoorden, Joep. Ja? Kun je naar de microfoon gaan? Ja, pas op. Het is zwaar in de tweede helft. En je ging wisselen. Kun je die wissels van de tweeën, van Klaas en Taljafico, of Gravenberg en Blind, kun je die uitleggen waarom? En had je dat in die moeilijke fase, waarin Ajax ook een beetje wankel was, had je die eerder willen doen? Nou, we hadden hem al voorbereid. En het is natuurlijk zonde dat het dan, ze staan al klaar, hè, dat het op dat moment gebeurt. Maar je zegt wankel, ja, maar ook in die fase hadden wij de 3-1 kunnen maken met Masraoui en met Gravenberg. En dat waren hele mooie uitgespeelde kansen. Daarna toch, Erik, was het eigenlijk voor het eerst. En je vraagt om een test, hè? Dat wil je graag. Het is een Europees meetmoment. Vind je wankel niet het goede woord? Wat vind je dan het woord van de momenten dat Benfica meer kans had op 3-2? Ja, maar wat zou de coach van Benfica nou zeggen? Hè? Als die vanuit goed voetbal, hè? Op momenten dat we dat deden, hè? Dat wij zulke kansen bij elkaar spelen. Wat is dan het uitgangspunt voor over 3 weken? Ik zit zelf te denken aan PSV Benfica, andere wedstrijd. Maar Benfica uit, die zijn vrij destructief. Er moet een en ander gebeuren. Wat moet er anders? Als eerste, ik snap niet hoe kun je dit soort wedstrijden met elkaar vergelijken. Dat is volledig uit de lucht gegrepen. He, want wij zijn niet PSV, we zijn Ajax. Maar het gaat om Benfica. En het zijn andere wedstrijden. En dat is A. En B, ja, wij weten waar wij moeten verbeteren. En ik denk dat wij in deze wedstrijd een aantal leermomenten hebben gehad. Waar wij dus de lering uit moeten trekken. Wil je er eentje meegeven? Pardon? Wil je er eentje meegeven? Ja, goed, ik denk dat ik het al een aantal heb aangegeven. Maar tegelijkertijd zeg ik ook, ja, we hebben echt ook schitterende aanvallen gehad. Hè, vanuit wel goed positiespel. Waarbij we ook echt geweldige kansen hebben gecreëerd. En we hebben gewoon de kansen laten liggen om de 3-1 te maken. En die hebben we diverse keren gehad. Ja, dankjewel. Iemand anders? Mike? Erik, goedenavond. Wat zegt het over jullie status dat Benfica onder luid applaus van het veld afgaat aan 2-2 thuis tegen Ajax? Oh, ik hoorde gefluit. Huh? Toen ik het veld afkwam. Ja, toen jij het veld afkwam. Maar de Ajax-spelers, de Benfica-spelers, die gingen onder applaus het veld af. Ja, ik denk dat ze hard gewerkt hebben. En daar wel dat het publiek dat beloond heeft. Maar nogmaals, ik denk, het had ook anders kunnen aflopen. En ik denk als wij met 2-2 in de uitwedstrijd, dan haal je een goed resultaat. Ja. Heb je het gevoel dat je nu helemaal opnieuw begint over 3 weken? Om de uitgoal stelde niet meer dubbel? Nee, maar het één ding is feit, alles ligt open. Hoe boos ben jij geworden op Timber? Is dat een jonge jongen die probeert een penalty te versieren, ondanks de VAR, kansloos dus. En dan in het strafschopgebied blijft liggen en misschien wel de tegengoal inleiden? Die tegengoal, de 2-2, dat is wel een vorm van naïviteit. En daar moeten wij lering uit trekken.
Dat mag ons niet gebeuren. Als je 2-1 voor staat en je moet de wedstrijd aanvoelen. En ik denk dat we genoeg ervaring op het veld hebben. Ja, en je krijgt inderdaad ook kansen op 3-1. Maar ik denk dat je ook proeft dat Benfica nog een keer aanzet. En dan weet je dat de ruimte sowieso gaan ontstaan. Ja, dan moet je niet met 2 verdedigers in de aanval trekken. Nee, maar krijgt Timber dat dan gelijk na afloop te horen? Of doe je dat de komende dagen? Nou, jij trekt een conclusie. Je hebt over 1-1 spelen. Ik denk dat het meerdere spelers betrof. Oké, dankjewel. Van de Nederlandse journalisten nog Willem. Hoi Erik, kun je uitleggen hoe dat nou bepaald wordt met Martinez? Die ogenschijnlijk een keiharde klap op zijn hoofd krijgt, die even bijna niet meer weet waar die is. Die dan opgelapt wordt, lijkt aan te geven dat hij er zelf uit wil. Tadić zegt, blijf er maar in. Iedereen weet hoe gevaarlijk dat is. Wat bepaalt nou of iemand gewisseld wordt? Nou, de dokter. Hè, uiteindelijk samenwerken met de coach. Maar misschien wel de belangrijkste is de speler zelf. En de speler zelf wilde hoe dan ook door. En nou, we hebben een aantal testen in de rust gedaan. En ja, toen vonden wij dat ook verantwoord om door te gaan. En dat denk ik dat je dat ook in de tweede helft hebt kunnen zien. Testen? Nou ja, kijken of die alertheid heeft. Hè? Kijken hoe die, of die kan anticiperen en niet continu in de vertraging zit. Dankjewel. Meneer, je kunt het ook. Hallo Eric, Jean-Miguel Nunes, RTP. Yesterday, Nelson Verissim said that it was a game 50-50. Looking to the after this game, do you believe that this game will be 50-50 in Amsterdam, or do you believe that you are favorite? And just to know if your thoughts about the game, do you think it's a fair result today? I always think games will be decided on the pitch, and you can talk before, and I think we have to give it to the fans, but not for the professionals, so not for staff or for media, because it isn't important what's before games. And what I see, if you ask an opinion, you see that it are two opponents, two teams who are really close together. But I have belief, we have a good perspective. If we learn from this game, if we are more composed on the ball, and then we will create spaces and we are less vulnerable for counter-attacks. Yeah. Hi Eric, my name is Mario Serra, I'm a journalist for Benfica TV. After today's match, what's your opinion about Benfica's team? And looking back to this match, if you think Ajax had some trouble stopping Benfica's fast counter-attacks? Yeah. We know Benfica had really good players. We knew in front before the game, and you could see it on the pitch. It was a really high intense game with fantastic football players on both sides, but also on Benfica's side. And I think for the fans, for everyone in the stadium, but also in television, I think everyone enjoyed this game. Because there were a lot of actions in the box, on both boxes. And so, but as a coach, you want to be and have more control. And I think it was possible. If we are more composed on the ball, then we could even create more chances. And also, we can defend better the counter attacks from Benfica. Yeah. Last question. Hello, Eric. Francisco Martins, Boa na Rede. Today, Haller scored again. Do you think he has the level to finish this competition as top scorer? He's on a good way. When he already have had a lot in the group stage. Today, again, he make really great goal.
So yeah, he is able to do that. Ja. Bedankt voor jullie komst, zeg ik even tegen de Nederlandse journalisten. Sofie is hier zo nog even met een speler. Dusan Tadic will be here. Thanks for your attention. Bye bye.